Ik zit gevangen in de cel, maar in mijn gissen ben ik vrij. Ze stappen dichterbij. Ik zit gevangen in de cel, maar in mijn gissen ben ik vrij. Opgeven, dat is niks voor mij. Dan heb ik mijn school niet afgemaakt. Kinderpad gekozen. Nee, ik heb wel zelf mijn keuze gemaakt. Van ik wil gewoon snel geld verdienen. Komt uit die omgeving misschien waarvan ik vandaan kwam. De voorbeelden die ik voor me had. De mensen die al in dat leven zaten. Voor mij was het gewoon aantrekkelijk. Ik vond het interessant en in het begin gaat het goed en later stoot je hoofd. Anderen kijken naar je op, anderen kijken juist van je af, willen niks van je weten, maar je hebt wel een soort status. Ik heb ook vaak gesolliciteerd als ik vrij kwam. Ondanks mijn schoolverleden geen diploma's, werd ik vaak afgewezen. Het werkte demotiverend voor mij en ging ik weer op de oude pad. Waarom lukt het niet? Het lijkt soms of je in een cirkel blijft hangen. Een bepaald cirkel, je zit vast. Binnen word je geholpen met bepaalde dingen. Ik zit gevangen in de cel, maar in mijn gissen ben ik vrij. Ze stappen dichterbij. Ik zit gevangen in de cel, maar in mijn gissen ben ik vrij. Opgeven, dat is niks voor mij. Ondertussen ben je top 600 en word je in de gaten gehouden door bepaalde mensen. Alles gaat een beetje strakker en zo. En dan, ja, ga je weer tegen de lamp. Jouw regisseur is en een beetje met iedereen praat die met jou in contact is en jou ook een beetje in de gaten houdt. De top 600 is goed meegenomen als je je leven wilt oppakken. Maar als jij niet je leven wilt oppakken, dan hou je niet bezig met top 600. Je hebt een gedeelte die zijn leven wilt oppakken. Die profiteert van de kansen die ze kunnen halen uit de top 600. En de andere gedeelte die niks met hun te maken wilt hebben, die wilt niks gewoon weten van top 600. Ja, daar wordt het open met de reïntegratie. Ja, te stabiliseren in de maatschappij weer. Werk, onderdak, dagbesteding, sollicitaties. Met alles, al je problemen. Ja. Ik zie die mannen hebben veel pijn, want helaas zijn er nog sommigen die skin zijn. Zorg dat je niet op die lijst komt te staan en als je op die lijst staat, zorg dat je er heel snel vanaf komt. Door gewoon je best te doen. Nu bedenk ik positief, want dadelijk krijg ik weer een tegenslag. Waarvan ik denk van, laat alles maar op me afkomen. In momenten waar ik mijn leven wil verbeteren, dat gaat langzaam. Gaat langzaam. En dat is best zwaar. Het afbreken is makkelijk, maar opbouwen is, zeg maar, duurt langer.